Actueel. Ebbingenstraat, een van de belangrijkste toegangswegen naar de binnenstad. Al honderden jaren een levendige en drukke straat. Voor de komst van de supermarkt kon je in de straat terecht voor de dagelijkse boodschappen. Nu is er vooral veel variatie in het winkelaanbod. Kledingwinkels, ijzerhandel, kappers, eetentjes. De afgelopen decennia trok de straat steeds minder klanten. Winkels trokken weg en de panden bleven leeg. Sommigen nu al jaren. Slager Hoogakker zit al 18 jaar in de straat en heeft tientallen collega-ondernemers zien verdwijnen. En we hadden dus een hele hoop zelfstandige ondernemers. Ja, die hadden geen opvolging. Nou, die waren op leeftijd, die stopten ermee. Ja, en dan blijft het pand maar wel een tijd leeg staan. Ja, er is een veelzijdigheid. Dat was vroeger al zo. Toen zaten er gewoon veel meer levensmiddelenzaken en dergelijke. Tot begin jaren 50 had de Nieuw-Ebbingenstraat een bushalte voor het streekvervoer. Forenzen die aan de noordelijke kant van de stad woonden, stapten daar in en uit. Dat waren er nogal wat, want tot begin jaren 60 hadden nog maar weinig mensen een auto. Wie ergens naartoe moest, nam de bus of trein. Voor de Ebbingenstraat leverde dit forensenverkeer veel klandizie op. In 1953 werd het busstation verplaatst naar de Bedemerweg. Van hieruit vervoerde de Marnedienst de mensen naar de dorpen die ten noordoosten van de stad Groningen liggen. Het busstation werd in 1984 opgeheven. De bezoekersstroom naar de Ebbingenstraat droogde hierdoor op. Mijn vader die dreef de zaak toen en die zei toen al van nou, dat scheelt je de helft aan het bezoek. Ik dacht destijds van dat zal wel een beetje overdreven zijn. Maar als je terugkijkt, wij hebben dat wat dat betreft goede klantenregistratie gehad altijd. Van de hoeveelheden klanten, dan klopt dat gewoon. Dus het scheelt gewoon de helft van de bezoekers. Mensen uit het zuiden van de stad. Mensen uit de omliggende gemeentes zoals Ten Boer, Bedum, met name Ten Bedum, die kant uit. Ja, die kwamen hier niet meer. Een tweede klap was de komst van grote supermarkten vanaf de jaren 70. De kleine levensmiddelenwinkels konden hier niet tegen concurreren en verdwenen één voor één uit het straatbeeld. Met de afsluiting van het Noorderplantsoen voor gemotoriseerd verkeer in 1994 kwamen nog minder bezoekers naar de Nieuwe Ebbingenstraat. Al met al veranderde het karakter van de straat aanzienlijk. De levensmiddelenwinkels verdwenen. De Ebbingenstraat is een allegaatje van winkels en bedrijven geworden, zonder duidelijk profiel, zoals de Zwanenstraat of de Volkingenstraat wel hebben. 3, 5 en 5 is 10. Alsjeblieft. Ook dit zorgt ervoor dat klanten niet meer willen winkelen. De gemeente en winkeliers broeden al jaren op plannen om de straat weer aantrekkelijk te maken. De straat moet deel uitmaken van het Ebbingenkwartier, een wijk met een culturele identiteit. Als je op een gegeven moment als straat denkt van god, daar willen we naartoe en je bent het daar met z'n allen over eens, ook de eigenaren, want dat zijn natuurlijk de mensen die bepalen wat er in hun leegstaande winkel komt, dan kun je dat vervolgens uit gaan dragen. Het Ebbingenkwartier zal ervoor zorgen dat een deel van die Ebbingenstraat weer een nieuwe impuls krijgt. Je ziet nu ook al dat leegstand in het begin van de straat in ieder geval minder is. Aan het einde van de straat is dat niet per definitie het geval.
Ook niet met het Ebbingenkwartier straks. En we zullen dus ook gaan kijken, dat hebben we net vastgelegd ook, of we misschien andere functies ook in de Ebbingenstraat aan het einde van de Ebbingenstraat toe gaan laten staan. Dan alleen bijvoorbeeld winkels, om wel die levendigheid erin te houden en ook om leegstand tegen te gaan. Ondertussen komen er af en toe nieuwe ondernemers in de straat. Timothy Craig wil het hier wel proberen. Ik begin, het eind van de maand, een eetwinkel. En in de eetwinkel zelf verkoop ik biologische producten. Maar ook huisgemaakte producten zoals pasta sauces, plant-en-klaar maaltijden. En in combinatie met alles voor de tafel, alles voor de koken. Craig wil meer trendy eetgelegenheden. Die trekt volgens hem meer klanten naar de straat en dus ook naar zijn zaak. Met een goed mix van verschillende winkels en eetcafés of zo, kan het echt zijn eigen identiteit creëren. Als je hebt 10 van dezelfde soort winkels, dan mensen, dat creëert een identiteit ook voor de straat. En als het is over eten, dan mensen zeggen, waar kunnen we gaan eten? Oh, Nieuwe Ebbingenstraat, heel veel plekken daar. Ook Doornbos denkt dat als er meer gelijksoortige winkels komen, dat de straat weer in oude luister hersteld wordt. Als je kijkt bijvoorbeeld in de straat als de Herenstraat, gaan allemaal schoenenwinkels naast elkaar zitten. Dat is ook niet voor niets. Ze hebben overlapping, ze concurreren elkaar. Maar samen zorgt zo'n clustering ook voor een aanzuigkracht. Het moet duidelijk worden wat er te koop is in de straat, zodat de Ebbingenstraat weer de drukke en levendige straat wordt die het altijd is geweest.